Heb je een hoogteprofiel van de laatste paar kilometer? Ja, die had ik wel. Zie je, het is afdalen, hè? Dit is dus inderdaad naar de rivier. Nou, het is wel een machtsprint. Hofland. Ja, dat gat is een knie. Toch Lobato, hè, of niet? Ja. José Been komt net als Karsten Kroon uit Dalen en is al meer dan 2 jaar commentator. Ooit zat ze met hem samen op de middelbare school in Coevorden. Vanmiddag doen ze verslag van de 2e etappe van de Ruta del Sol, een etappekoers in het zuiden van Spanje. Ik sprak hem vorig jaar in de Eneco Tour en ik had hem de zomer daarvoor bij Mart Smeets gezien en daar was hij bepaald niet op zijn mondje gevallen. En had ook goed repliek aan de Mart. En toen dacht ik bij mezelf, ik denk dat Karsten wel heel geschikt zou zijn als commentator. Dus ik sprak hem daarover aan in de Eneco Tour. En hij heeft er even over nagedacht. En het blijkt inderdaad ook zo te zijn dat hij dat is. Ik hou nog steeds heel erg van de wielersport. Ik vind het leuk om naar fietsen te kijken. En nu krijg ik er nog voor betaald ook. We komen allebei uit dezelfde streek. En zijn vader was mijn Engelsleraar. En zo volg je iemand. En dan is het des te leuker om nu dan samen te werken. Allebei die keurige Nederlandse tongval. Ja. Kun je meer die plat praten dan niet? Ik kan best meer die plat praten, maar daar moet dan mijn oma wel bij zijn. Als iemand dan Drents praat, dan kan ik wel Drents terugpraten. Maar met commentaar geven wordt toch van je verwacht dat je het netjes doet. Vorig jaar oktober reed Kroon zijn laatste profkoers en is hij met stille trom uit de wielersport vertrokken. Daar ben ik eigenlijk heel erg blij om dat ik dat heb gedaan. Want, ja? Ja, ik was het. Nee, geen moment spijt. Kom je daar nu achter? Ja. Want je hebt wel getwijfeld. Ja, natuurlijk. Nou ja, ik heb mijn hele leven lang gesport. Ik ben 16 jaar lang beroepswielrenner geweest. Het was mijn leven. En ik denk dat voor ieder mens verandering moeilijk is. Dus ook voor mij. En ik heb er toch wel, ik zou niet zeggen slapeloze nachten van gehad, maar ik heb er wel. Het was een moeilijke beslissing, ja. Ja. Want Roompot lonkte nog? Ja, er waren wat opties, ja, maar. Het was niet verstandig geweest. Nee. Voel je dat aan je lijf of zit het in je kop? Het zit in mijn kop. Mentaal is het dus op. En fysiek vindt Kroon vooral dat hij heel veel mazzel heeft gehad. Een paar close calls gehad. Maar ik heb wel pijntjes. Ik heb iets van 39 botten gebroken of zo. Totaal. Ik heb wat platen overal in mijn lichaam. Het is niet heel erg, maar ik voel het altijd wel. Dit is gewoon een kilometer, hè? Dit is een kilometer, ja? Voor de meet, dit is een kilometer, ja, voor de meet. Dus in een kilometer gaan ze 50 meter omhoog. Ja. Dus dat is nog 5%. Ik heb natuurlijk wel heel vaak gehad dat ik naar een koers zat te kijken en dat de commentator iets zei. En dat ik dacht van, nee, dat zit je toch echt volledig naast. Hoe vind je het om het zelf te doen, hè? Het is moeilijk, omdat je staat natuurlijk toch een beetje onder druk. Hè. Je moet natuurlijk geen domme dingen zeggen. En je kijkt gewoon naar hetzelfde scherm als de mensen thuis, een kleiner scherm zelfs. Dus de kans dat je iets gezegd wat niet klopt, dat is toch wel aanwezig. En je rijpt constant de regie eigenlijk in je oorplaat. De regie zit in Parijs en die om de zoveel tijd zeggen van ja, over een minuut dan gaan we naar een commercial break toe. En dan moet je een einde breien aan je verhaal. Dus dat is even wennen, maar dat gaat wel lukken toch. En nu hoor ik in mijn oor, cycling commentators, we start in 2 minutes. Lekker dat je ernaar mag kijken vandaag. Ja. Vanuit je luie stoel. Ja, inderdaad. Ja. Laat die mannen maar afzien, joh. Veel jonge gasten in deze kopgroep. De Rus is slechts 19. Van Ginneke en Daggel zijn 22 en allebei eerstejaars prof. José is meer van, die kan dat echt 2 uur lang praten. Dat lukt me echt absoluut niet. Dus ik ga gewoon af en toe eventjes koffie halen of zo. En dan stelt José mij een vraag en dan geef ik de antwoord op. Ik denk dat het heel belangrijk is voor jonge renners dat ze zich niet te veel conformeren aan wat wel en wat niet van je verwacht wordt in de peloton. Maar vlieg er maar gewoon in. En zeker bij een ploeg als Roompot, dan krijgen die jongens daar de kans voor. Mooi om te zien. Hij praat heel makkelijk, ziet ook bepaalde dingen in de koers heel goed. Vorm van het peloton, zodat je ziet waar de wind vandaan komt. Maar ook wat voor versnellingen mensen staan. Dat soort interessante info die je als renner of als oud-renner met de kijker kunt delen, dat ziet hij heel goed. Kroon heeft vooralsnog zo'n 60 tot 80 koersdagen in zijn agenda staan. Ook had hij afgelopen week een sollicitatiegesprek bij fietsenonderdelenfabrikant Shimano.